Nederland zal nagaan hoe ze Suriname hoger kan krijgen op de lijst van Ease of Doing Business. Dit zei Mark Rutte, minister-president van Nederland, gisteren tijdens een gezamenlijke persconferentie met president Chandrika Prasad Santokhi over zijn bezoek. Suriname staat op de 162ste plek op de Ease of Doing Business Index en dit schrikt investeerders af. Rutte geeft verder aan dat het ontzettend belangrijk is dat er samen wordt gewerkt om Suriname te helpen. Het is gewoon zo'n indicator en het helpt enorm als je daar niet laag staat, maar hoog staat. En ik denk dat dat mogelijk is, dus daar gaan we op samenwerken. We hebben inderdaad gesproken ook over CARICOM, want de president van Suriname is niet alleen president van Suriname, hij is thans ook voorzitter van CARICOM en daarmee gaat hij eigenlijk over de hele regio. En het is belangrijk omdat er ook andere landen van het Koninkrijk liggen, zoals Curaçao, Sint Maarten, Aruba. En ook die banden zijn heel belangrijk. En in het kader van CARICOM weet ik dat het ook Suriname zeer aan het hart gaat om ervoor te zorgen dat die banden verder worden aangehaald. En natuurlijk ook met Saba, met Stacia en Bonaire, met alle zes Caribische delen van het Koninkrijk, waarvan drie landen binnen het Koninkrijk. We hebben gesproken over inderdaad migratie, ook de terugkeersamenwerking. We hebben gesproken over Macandra en hoe we dat verder gaan uitbouwen. En daar zie ik zeer naar uit en inderdaad hoe we ook ervoor kunnen zorgen dat als het ook gaat om economische samenwerking, dat we de kansen van deze programma's benutten. President Santokhi geeft aan dat er wederom is gesproken over het visumvrij reizen vanuit Suriname. Journalisten hebben aan Rutte gevraagd of er gekeken kan worden naar de problemen rondom visumaanvragen bij de ambassade. En voor de Surinamers die elke dag de klacht voor ons deponeren dat ze heel lang moeten wachten als ze naar Nederland moeten afreizen. Daar zijn een gesprek over geweest, daar zijn modaliteiten besproken. Dat wordt door de deskundigen verder opgepakt om te kijken hoe er daar een stukje verbetering kan komen, een stukje verlichting kan komen in de afhandeling van de visa aan de zijde van de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland. Dat wij weten dat Suriname de ambitie heeft om visumvrijdom te krijgen richting Europa. En Nederland probeert er ook technisch in te ondersteunen in die gesprekken. Maar dat is natuurlijk een zaak van de Europese Commissie. Maar dat 9 van de 10 visumaanvragen worden afgewezen, dat zegt ook de ambassadeur, zie ik helemaal niks. Nou, dat is niet correct. Ik kan nog verder. Nee, dank u wel. Nee, maar heel goed dat u het onder de aandacht brengt. Ja. Santokhi heeft Rutte om steun gevraagd bij de heronderhandeling met het IMF. Nederland heeft namelijk zitting in de Executive Board. De regering wil bijstelling van enkele zaken waarvan de effecten te zwaar drukken op de samenleving. President Santokhi vertrekt morgen naar de Verenigde Staten, waar hij een onderhoud zal hebben met de IMF-directeur. Het staatshoofd zal ook de Verenigde Naties toespreken.